Even weer leuk nieuws in het EV-landschap. Afgelopen woensdag in Tokio is de nieuwe Nissan Leaf geïntroduceerd. Een auto die vanaf 30.000 euro zeg maar, gaat komen met een 40 kWh accu. Dat betekent dat die ongeveer, nou, ze zeggen 400 kilometer, maar eigenlijk is het 300 kilometer gaat rijden. Echte 300 echte kilometers met een warmtepomp waardoor die ook gewoon goed rijdt. En er komt ook het jaar daarna komt er een nieuwe versie met ik hoop 60 kWh accu. Dat die dan inderdaad wel in de buurt van die 500 gaat komen, de 450-500. Wat is het nieuwe aan de Nissan Leaf 3.0 eigenlijk zou ik het maar willen noemen. Dat is één, nou, de grotere accu, 40% meer radius. Nou, dat begint nuttig te worden tegen dezelfde volume en hopelijk ook dezelfde prijs ongeveer. Dat is de verwachting. Hij komt februari in Nederland. En hij heeft ook lekker veel elektronica. Hij heeft hetzelfde wat ik hier heb, autopilot in de Tesla. Dat ik lekker gewoon op de snelweg rijd. En ja, dat hij dan zelf rijdt. Automatisch parkeren. Heeft een slimme e-pedaal. Dus dat is ook, ik weet niet, dat is one pedal driving, zeg maar, wat ze hebben. En hij ziet er ook gewoon wat minder irritant uit. Van, ja, ik vond het nooit erg, maar de meeste mensen toen ik mijn Nissan Leaf reed, vonden het echt een ongelooflijk lelijke auto. Hij reed geweldig. Er zijn er 350.000 van verkocht. En het is gewoon een heerlijke, betrouwbare auto die prima elektronica heeft. Nu dus ook weer wat meer. Vooral dat gewoon het autopilot gebeuren. En dat heet dan het ProPilot gebeuren. Wordt door een het hele lab wat ze hebben in Silicon Valley, dat wordt door een Nederlander geleid. Daar heb ik nog een Maarten. Daar heb ik nog een videootje van. En dat komt dus nu echt ook gewoon massaal tot productie. En die, ja, dat is gewoon echt de 2.0. Eigenlijk vind ik het gewoon de 2.0 auto. Want Nissan kwam met een, eerst met een 160 radius, maar dat bleek 120 te zijn. Toen kwam er een 30 kWh accu en dan kon je 180 rijden. En nu heb je dan zeg maar 250 kilometer netto, echt goede kilometers. En dan ook mooie elektronica erbij, maar voor een prijs van vanaf $30.000. Dus ik hoop dat het ook €30.000 is. Komt in februari. Goede show weer. Ik zal even de live stream erbij zetten, dat je een beetje kunt zien hoe de Japanners dat doen. Dat is toch echt, ja, dat gaat wel. Een beetje visie en waar het naartoe gaat. Maar Nissan is wel het bedrijf wat ervoor gezorgd heeft dat de eerste betaalbare auto op de markt kwam. En zij zijn eigendom van Renault. En Renault was natuurlijk de Nissan Zoe. De Renault Zoe die nu ook weer een dubbele accu heeft met 42 kWh. En zelfs oude. Je kunt een oude Zoe kopen voor €9.000. En die kun je dan upgraden van 22 kilowattuur naar, of 22 kilowattuur naar 42 kilowattuur. En dat kost dan €3.000. En dan heb je opeens een 300 kilometer auto. Dat, die echt prima werkt. Klein auto, dus compact. Maar Nissan samen met Renault is verreweg de grootste producent van elektrische auto's. Afgezien van de Chinezen. Want die zijn nu de helft van de automarkt. Dus die zijn enorm aan het opladen. Daar gaan honderdduizenden auto's nu naartoe. Maar goed, in Europa en Amerika is by far nu zeg maar Nissan / Renault, zelfde merk, zelfde concern, twee verschillende merken, zijn wel degene die kampioen lopen. Nou, we krijgen nu een nieuwe generatie auto's die eraan komen, die voor de 400 kilometer gaan voor een €30.000 prijs. De Model 3 is de bekendste die eraan komt, maar dit was gewoon een hele betrouwbare auto en hij ziet er gewoon goed uit. Zit lekker van binnen, ruimte, 5 mensen achterin die je kwijt kunt. En hartstikke leuke elektronica. Ik ben natuurlijk heel benieuwd om die uit te gaan proberen, die ProPilot. Maar ja, dat je dat. En het is heel fijn dat er gewoon meerdere auto's komen. Dat naast Tesla, Nissan, Renault zitten we natuurlijk te wachten op de BMW. Maar dit gaat komen in februari. En ik kan niet wachten tot ik erin ga rijden. Dus het nieuws van Nissan. Leaf, afgelopen woensdag. Introductie in Tokio van de 2.0, noem ik het maar.